Bij het Hof van Justitie zijn vanmorgen drie notarissen beëdigd. Deze zijn Zenobia van Dijk, Robert Wang en Amrita Baiju. Waarnemend president van het Hof, Iwan Rasubaks, heeft de kandidaten hun eed afgenomen en ze geïnstalleerd. Hij gaf de notarissen enkele zaken mee die in de wet staan aangegeven. Een kandidaat notaris tot een waarneming aangewezen heeft zolang hij daarbij belast blijft, de aan de notaris toegekende rechten en bevoegdheden. En is voor zover daarop geen uitzondering is gemaakt, onderworpen aan de verplichtingen, de verantwoordelijkheden en de aansprakelijkheid van die ambtenaar, van die notaris. De voorschriften betrekkelijk akten door een notaris verleden gelden ook ten aanzien van akten verleden door een kandidaat notaris, plaatsvervanger. Let 2. Ook de strafbepalingen in deze en andere wetten ten aanzien van notarissen, voorkomende, zijn, tenzij het tegendeel is bepaald, op hem van toepassing. De hem verleende opdracht kan door het Hof van Justitie worden ingetrokken. Dus deze algemene opdracht kan ingetrokken worden of een bijzondere opdracht bij belet of onstandenis kan ingetrokken worden, zo hij zich schuldig maakt. Rasubaks hoopt dat de nieuwbakken notarissen het niveau van het beroep nimmer zullen verlagen. U moet ervoor zorgen dat u de burger niet onnodig in de kosten jaagt, benadrukt Rasubaks. Een goede en nauwgezette voorbereiding en afhandeling van elke te passeren akte. Te geven advies. Legalisatie van handtekening. Of op te maken van proces, verbaal van zwarigheden. Nauwgezet, accuraat, nadenkend, uitzoekend. Weer teruglezen in de literatuur die u heeft gelezen over. Maar wat is een procesverbaal eigenlijk van zwarigheden? Wat moet ik daarin zetten? Wat moet ik doen? Wat gaat vooraf daaraan? Doe dat en dat. Het is een verplichte benadering om dat op een accurate en nauwgezette wijze te doen. Grapt u met alles, kandidaat notaris. Behalve met de genoemde kernwaarden die eerder zijn aangehaald. Omdat deze u en het kantoor bij verwaarlozing duur komen te staan. Waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasubaks. Hij sprak vanmorgen bij de beëdiging van drie notarissen. En de beëdiging vond plaats in de zittingzaal van het Hof van Justitie.